Het Maximaplein in Puttershoek is het decor voor de vierde wedstrijd van de Nederlandse Loterij Clubcompetitie. Het is kermis in Puttershoek, waar het wielrennen altijd zeer gewaardeerd wordt en waar 's ochtends ook een amateurkoers geweest is. Het hoofdnummer is echter deze wedstrijd van de Nederlandse Loterij Clubcompetitie. Je ziet de leider Ramon van Bokhoop. Het presentatieblad tekent. En ook Sven Kramer zien we, de schaatsverdette, rijdt hier zijn allereerste koers in het shirt van John Deere MFVG. Het is prachtig weer in Puttershoek, misschien wel iets te mooi om er koers van te maken. Maar toch zullen we laten zien dat de renners er zelf een hele mooie wedstrijd van weten te maken. We zien ook hier Gerry van Lingen, zagen we eventjes, in het shirt van Natusport. Voor het jongerenklassement, omdat deze man, Ramon van Bokhoven, nu helemaal maar één trui tegelijk aan kan. Hij gaat voor in beide klassementen. En dan valt het stadsschot. Dan krijgen we een korte neutralisatie in de straten van Puttershoek. En dan zijn het eigenlijk direct de mannen van Alink, de IJsselstreek, die zich laten opmerken. En ze zouden de koers zeker mede kleuren vandaag. Dino Luca Vierhout is de eerste aanvaller van de dag, samen met Tim Putman van de Achterhoek, die we hier achteraan zien rijden. Twee laten direct hun ambities zien, maar het peloton laat uiteraard nog niet direct begaan. En hier worden de mannen weer teruggehaald onder impuls van John Deere MWVG. De ploeg die vorig jaar de winnaar leverde met Peter Merks, die ook nu gebrand is op een mooi resultaat. En dan zien we Marien Bogert op kop. En die zouden we zeker nog vaker gaan zien vandaag. Hij rijdt samen met Daan Besteman van Erend Stormvogels hier voor de groep uit. En dan komt Huub Deelstra aansluiten van Senza Kanjes voor Kanjes. En het duel was net bijna weer gegrepen, maar weten dan toch weg te komen. En daarachter proberen renners nog de oversteek te maken. Maar de drie die rijden dan toch al met een mooie voorsprong rond. Hier zien we ook nog Joep Stijnboes van wielerploeg Groot Amsterdam het proberen. Maar ook zijn poging slagen niet om de sprong te maken naar de drie koplopers. Het wordt steeds onrustiger voor in het peloton. Maar de drie zouden uiteindelijk 2 uur lang, dus eigenlijk zeg maar half de koers, voor de meute uitrijden. En vooral onder impuls van de man van Senza Kanjes voor Kanjes, die de meeste kopbeurten voor zijn rekening nam en ook zorgde dat dan de voorsprong echt weer wat opliep. En hoewel de windmolens maar matig draaien, is het dan toch duidelijk dat het daarachter steeds meer koers wordt. En ik krijg ook deels staat te horen dat het peloton snel aan het naderen is. Hier zien we Martijn Knol, een van de vaste smaakmakers in de Nederlandse Loterij Clubcompetitie. Hij is een van de mannen die later de aanzet zal geven tot een kopgroep van 20 man. En voorin heeft de beste man het even lastig, maar hij sluit toch weer aan. En niet veel later zouden de drie ook weer tot de orde worden geroepen achter de neutrale materiaalwagen, zien we peloton al met hoog tempo komen. Peloton op een lint, de smalle stroken daar in Hoekse Waard. Ondertussen is Ramon van Bokhoven, de leider in de competitie, is gevallen. En als uiteindelijk dan 20 man wegrijden, is hij dus niet van de partij. 20 man met ook een aantal tweetallen daarin. En vooral ook heel veel hardrijders. En het lukt uiteindelijk ook deze mannen om weg te blijven. Ze is de jonge renner maar met één man mee, net als John Deere MWVG.
Maar we zien ook tweetallen, zoals hier Volker Wessels Merks. En ook Alink de IJsselstreek. En de Volharding. We zijn met twee man vertegenwoordigd. Hier achterin Janno Gemelig-Meiling. Tempo ligt hoog en de samenwerking is uitmuntend te noemen. En uiteindelijk zou het peloton dan ook niet meer terugkeren bij deze mannen. En dan komen we terug in Puttershoek. En dan krijgen de renners te horen dat ze nog twee ronden te rijden hebben. En dan weten ze dus al dat zij onderling het gaan uitmaken in deze koers. Maar het valt zeker niet stil daarvoor in deze groep, want niet iedereen wil natuurlijk met iemand als Jos Koop naar de finish, die al de omloop van de Veenkolonie wist te winnen in Veendam in een sprint, ook met een kopgroep. Dus proberen verschillende renners het veld uiteen te doen slaan. Hier zien we ook nog Jasper Okkerloen dat proberen. Dan gaat Arne Peters als eerste de laatste bocht door. Maar hij weet net niet voor de sprinters uit te blijven. Gert-Jan Bosman eist dan de zegen op. De eerste voor hem dit jaar en ook de eerste voor Volker Wessels Merks. Die al wel heel lang aan de leiding gaan in het klassement van de Nederlandse Loterij Clubcompetitie. Blijdschap ook bij Alink de IJsselstreek. Dino Luca Vierhouten is derde geworden en Marien Bogert wint de strijdlust. Hier Ramon van Bokhoven, die dan met een 21ste plek nog zijn leiding in de beide klassementen weet vast te houden. Ik denk na de raffinering, toen kreeg iedereen in de gaten dat er niet genoeg wind stond. En dat er gewoon eigenlijk opnieuw moest worden gekoerst. Het was gewoon een spervuur en demarages. En uiteindelijk op de smalle baan was het gewoon de juiste groep die op een gegeven moment wegrijdt. En de samenwerking was direct goed, want het peloton trok hem wel in gang. En doordat de samenwerking goed was, bleef ik gewoon vooruit. Ik heb hem natuurlijk verkend, twee keer al hier. En ik wist gewoon, als je hier met een goede exit eruit komt, dan kan je gewoon een hele goede sprint rijden. Alleen, het was na de bocht was nog wel een eind naar de finish. Ja. Ik dacht al het laatst ook, ik ga hier gewoon winnen. Maar ik kon gewoon niet wegrijden. En er reed ook niemand goed genoeg mee. En uiteindelijk ben je natuurlijk zelf ook niet sterk genoeg om weg te blijven. Dus ik heb alles geprobeerd, maar het is niet gelukt. Die jongen van Senza en van Stormvogels. Vooral die van Senza, die reed echt heel hard. En ik heb er eigenlijk een beetje lafjes tussendoor gereden. Dus aan het einde had ik nog wel genoeg over. Alleen niet genoeg om weg te komen. Ja, ze rijden eigenlijk net weg nadat ik gevallen was. En dan rij je meteen achter de feiten aan. En we hadden een ploeggenoot zat mee. En het was... Het was kijken en ik kon niks doen eigenlijk. Dus het was wel, het is wel balen om zo. Ik had vandaag betere benen als vorige week eigenlijk. Dus ik had vandaag eigenlijk wel die willen winnen. En gelukkig ging de sprint van het peloton nog. Dus dan voelt het altijd goed en dan kan ik weer meenemen naar de volgende wedstrijd. Ja, het gebeurde helemaal voor in de wedstrijd. En ik krijg eigenlijk een beuk van achter. En gelukkig is dat sorry gezegd en hij zei dat hij geduwd werd, dus ja, dan is het goed. En dat was de reden eigenlijk dat ik viel, dus een beetje gewoon pech denk ik. Niks aan te doen.